Het is een hele leuke job, omdat er wel vrij veel afwisseling is en je komt de hele tijd in contact met nieuwe muziek. Dat is de reden waarom dat ik nu al 13 jaar bij Nieuws zit. Dat is ook het spannendste eraan, de hele tijd nieuwe dingen ontdekken en proberen daar iets mee te doen. Er zijn ook wel een aantal heel administratieve zaken. Op maandag heb ik bijvoorbeeld elke week een meeting met mijn promoteam. Op dinsdag zorg ik er meestal voor dat alle nieuwe releases, want ik breng ongeveer een gemiddelde 10 releases per week uit, dus dat is veel. Ik kan ook niet overal op werken, maar op dinsdag zorg ik dat die releases allemaal in het systeem staan, zowel ons stokbeheer en boekhoudsysteem als in het stokbeheer en systeem van Pias waar we mee samenwerken voor de fysieke distributie. Waardoor dat het ook in Fononet komt te staan, zodat dan ook winkels via bepaalde systemen de cd makkelijk kunnen bestellen. Op woensdag zorg ik ervoor dat de voorroteringssheets klaar zijn met de informatie voor de sales. Op donderdag maak ik de targets en op vrijdag ga ik naar de sales meeting en bekijk ik de cijfers van hoeveel hebben we verkocht deze week in totaal. Zit ik op target of niet? Bekijk ik de individuele releases en bespreek ik alles met het sales team. Dan zijn er ook periodieke zaken die terugkomen. Er zijn een aantal muziekbeurzen waar ik naartoe ga. Waar ik probeer labels en andere distributeurs te spreken om te zien hoe dat het gaat. Bepaalde problemen te bespreken, zien hoe dat bepaalde communicatie vlotter kan lopen. Ook te bespreken wat er aan zit te komen voor het volgende jaar. En dan in de zomer zijn er natuurlijk heel veel festivals waar er heel veel artiesten spelen. Waar je dan probeert wel naartoe te gaan om de artiesten eens te zien, te bespreken hoe dat een release is gegaan, hoe dat een aanwezigheid is in België en Nederland. Dus ja, zo ziet eigenlijk mijn week en jaar eruit.